Yo, Bike Bros! We zijn weer onderweg met z'n tweeën. Nog steeds horen jullie mij alleen maar. En mijn broertje nog niet. Maar er zijn goede ontwikkelingen. Inklaringskosten zijn betaald, dus de microfoon kan ieder moment er weer zijn. Dus dat is mooi. Allereerst allemaal weer bedankt voor de support. Leuk dat jullie nog steeds kijken. En we zijn onderweg naar de Intratuin. En ik hoor jullie denken, wat gaan wij bij de Intratuin doen? Wij gaan even een bakje koffie drinken. De Intratuin gaat een uurtje of 9 open. Dus we zijn, we gaan de deur even openmaken bij Intratuin. Aangezien jullie mijn broertje niet kunnen horen, dachten we, is misschien een leuk idee. We weten gewoon dat jullie zijn stem missen. Dus we dachten, is misschien een leuk idee om gewoon even een bakje te doen bij de Intratuin en jullie even mee te nemen. En ja, jullie eens even meenemen met een ontbijtje. Dat leek ons ook wel een leuk idee. We hebben nog wat leuke nieuwtjes wat we aankomend weekend gaan doen. Dus dat zullen we jullie daar ook even van op de hoogte stellen. Gaan we ook even een leuke video van maken. Het is nog steeds fris. Het is heerlijk koud. Ik hoop echt dat het niet veel kouder dan dit gaat worden. Wel, bro. Ja. Die smeerlap is een lekkere handverwarming. Maar jij hebt wat is dit dan? Worden we nou uitgereden door een Mini Cooper? Dat begint wel op te lijken. Ik wist ook niet dat we aan het racen waren. We zullen dadelijk in de Intratuin. We nemen jullie gewoon mee even met een ontbijtje. Zo lachen. We zullen gelijk even iets meer achtergrondinformatie over onszelf vertellen. Hebben jullie ook misschien een wat beter beeld naar wie je zit te kijken? Voor degenen die dat interessant vinden natuurlijk. Volgens mij weten jullie nog niet eens hoe wij eten. Dus zijn jullie hartstikke benieuwd naar hoe wij eten? Blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Nou, bij de Intratuin kan je heerlijk ontbijtje scoren. Ik ben benieuwd of het zo door de week 's ochtends daar druk is. We hebben honger. Nee, weet ik ook niet of het druk is. We zullen zien. Misschien moeten we wel de deur openmaken. Misschien is het wel helemaal gekip. Oh, tuurlijk. We hebben die cash show is bij Intratuin. Neem jullie gelijk even mee een rondje cash, joh. Oh, dat is altijd zo gigantisch druk daar, hè. Dubbel doorgetrokken streep. Ja, daar gaan we natuurlijk nooit overheen, want dat mag niet. Dus dan doen we dat niet. Ja, je kan ook, als we aan deze kant blijven, mag dat dan wel? Ja, rechts stippellijntje, daar mag het wel. Jeff. Oh, ik heb honger ook, man. Ik heb het idee dat het gewoon nu al tering druk is. Ik denk er ook helemaal niet over na, hè, dat nu is.
Ja, die... Inderdaad, ja. Ze zijn wel op tijd begonnen met die kerstmarkt. Of kerstshow. Oh, het is rustig. Het begint nu druk te worden. Ja, het scheelt dat we een motor hebben. We kunnen hem gewoon voor de deur zetten. Even 3 auto's inhalen, even snel binnendoor hier. Ga je inhalen op fietspad, omdat je geen 10 seconden wil wachten. Volgens mij kunnen we hier wel rechts erop, man. Noem maar. Ja, gewoon verder. Ja, daarna is die laatste prullenbak, kan je links hem neerzetten. Ja. Hier, hup. We hebben fietsen. Zo. Oké, guys. We zien jullie zo terug in de intratuin. Laten we. Guys, jullie zijn er gewoon bij. Lekker bij een ontbijtje. Gezellig, man. Ik zal hier die tafel leggen. Alles in de slag nemen. Zit het er maar gewoon vol? Ik weet niet. Ik denk niet echt dat het helemaal vol zit hier, hoor. Moet je eens even zien, hè? Moet je me even zien liggen. Het is helemaal niet gek hier zo. Ja, leuk voetjes. Lekker, man. Lekker, man, bro. Lekker, man, bro. Wat ga ik hiervan maken dan? Ja, dit is ik heb geen jam. Ik ook niet, man. Tering, vergeten. Dan ga ik even jam halen, denk ik. Bro. Kan dat gewoon? Nee. Wat dan? Ja, dan moet je op die route moet je dat pakken. Dan lag dat nog in de bak, ben ik helemaal vergeten. Man gaat even een champje halen. Een champje? Champ. Kijk of de man het nog kan fixen. Met zijn puppy oogjes. Gaat hij even zeggen, ja, ik ben de champ vergeten. Gaat lekker, man. Gaat lekker. En? Dat was ook weer zo'n rare situatie, jongen. Wat dan? Ik sta daar. Er staan gewoon 4-5 mensen achter die balie, toch? Ja. Waar ik dit kan pakken. Ja. Maar gewoon niemand kijkt me even aan, toch? Ja. Zo van, kan ik dit gewoon pakken? En toen heb ik het gewoon gepakt en gewoon weer weggelopen. Zo heel droog, maar niemand kijkt me aan of zij van. Maar heb je even voorgesteld? Nee, nog niet. Oh. Ik denk wel gaaf op jou. Wel zo leuk. Dus guys, mijn naam is Kuno. K-U-N-O. En ik ben Len. L-G-N. Aangenaam. Kennis te maken. Smakelijk. En misschien hebben jullie het al doorgehad. Is dat degene met het blauwe vizier? Dat is Bruur, dat is Kuno. Dat ben ik. En met de transparante, oranje-achtige... Vizier, dat ben ik. Op de blauwe MT-07. Yep. Dan weet je in ieder geval naar wie jullie zitten luisteren. Wij gingen even een koffietje doen. Moet je zien, hè. Uitgebreid buffet, jongen. Asociaal, hè. Waar gaat het doen? Het is wel hinderlijk dat het beeldscherm net uitgaat. Ik zie mezelf nog wel graag. Er komen echt mensen gewoon van... Weet ik het, Ameland, die gewoon hierheen komen voor de kerstshow. Ameland, dat is... Ja, maar dat is serieus zo, hè. Ja. Mensen komen echt van ver naar... Naar hier, naar de Intertuin, naar Duiven. Daar zijn we trouwens, in Duiven. Er zijn ook aardig wat jongelui. Mannen, vrouwen, die naar ons kanaal kijken, die volgens mij nog... op willen beginnen met motorrijden.
of net bezig zijn, of zelfs nog scooten of ja, wat is het, scooten, schakelbom of zo rijden. En we hebben dat, ja, ik heb een scooter gehad hiervoor. Voordat ik geen motor rijd, heb ik zelf een scooter gereden. Heb jij ook een scooter gehad of zo? Nee, nooit. Niks, hè? Nee, ik heb alleen met een vroeger op een mountainbike gefietst, weet je, met zo'n kaartje ertussen. Oh ja. Alsof je op de motor zit. Dat heb ik al gehad. Die kinderen die nu allemaal Pokémon kaarten sparen, die deden wij tussen de spaken. Ja, ja, inderdaad. Zo oud zijn we al. Dus er is wat geld aan de kaartjes opgegaan. Om daar gelijk een vervolg aan te geven. Ik ben 27. Ik weet niet meer. Maar bijna 25. Ik ben 24. Dan ben ik jarig. Ik weet niet meer. Ja, als jullie een cadeautje hebben, stuur het op. Ja, ik ging ook zo'n stuk. In die tijd dat ik een scooter reed, ik ging kijken voor een leuk scootertje. Die scooter was nog duurder dan mijn eerste auto. Wat echt een mooie scooter. Wat was het? Een Piaggio Zip, als je dat zo zegt. Piaggio Zip, ja. En ik ging dus kijken, dat was ook echt in Nijmegen of zo ergens. Wij komen zelf in de buurt van Arnhem, dus dat was een aardig stukje rijden. En ik ging, hij zei, wil je een testritje maken? Dus ik kon springen op dat ding. Dat ding liep hard, jongen. Kwam ik terug, ik zei, ja, dat ding zat gewoon goed uit, dus het was allemaal dik in orde. Zegt die gek tegen mij, ja. Ja, ik heb er nooit wat aan gedaan, zegt hij. Het ding is hartstikke standaard. Ik terug naar huis rijden. Echt 2 uur onderweg geweest of zo, terug naar huis op die scooter. Dat ding liep echt 70 of zo, hè? Ja. 70, 80 of zo, dat sloeg in mijn ja, met z'n tweeën gingen we 55, 60 of zo. Ja, met z'n tweeën erop gingen we 60, zoiets, ja. Gewoon blauw kenteken. Dat is echt levensgevaarlijk. We hebben ook het idee, misschien om van de winter, misschien of een scootertje of iets te kopen. Voor een paar tientjes, 100 euro. Ja. Zodat we gewoon daarmee iets kunnen op gaan nemen voor jullie. Misschien dat dat leuk is om naar te kijken. Ja, dat is echt. Als het echt bagger weer wordt. Als het echt slecht weer wordt. Ah, echt glad niet. En zo ook. Ik kan niet echt niet tegen. Ah, het is gewoon allemaal velletjes nog. Ja, een ranzerin, hè. Nou, als het echt slecht weer gaat worden, dan willen we kijken of we even twee van die scootertjes of. Of misschien wel één crossmotor of zo. Ja, ook dik. Ook wel dik zijn. En laat even weten of jullie dit ook leuk vinden. Als we een keer meer zeg maar gewoon vloggen zonder motor of zo, stukjes. Als we ergens naartoe gaan of zo. Als we dan dat we dan de camera meenemen, want dat kunnen we ook gewoon doen. Als jullie dat ook leuk vinden om te zien, laat het even weten in de comments. Dan gaan we er gelijk even werk van maken natuurlijk. Wat er misschien leuk is om daarna te vertellen is dat we aankomend weekend. Staat wel echt heel diks op de planning. Heel dik. We gaan namelijk voor de vriendin van Len, die heeft ook een motorrijwijs. Die hebben samen gelest en samen het rijwijs ook gehaald. Ze heeft haar R7 gekocht en die kunnen we dus aankomend weekend ophalen. En dan gaan we allebei mee. Dan rijden we er gewoon heen van het weekend en dan kunnen we hem ophalen, de R7. Dus als jullie daar nou benieuwd naar zijn, de video die gaat maandag online komen, denk ik. Ja, maandag gaan jullie hem zien. Dus dan kunnen jullie gelijk wat shots zien van de R7. We rijden nog niet zo heel veel volgens mij in Nederland. Nee. Nee, klopt. En sowieso, Amerika zijn ze echt schaars. Oh. Of ja, schaars, dat is een beetje wat met de 07 hier in Nederland is. Gewoon niet te krijgen? Nee, bijna niet. Hij heeft dus een Science Storm, MT-07 van bouwjaar 22 gekocht. Of besteld. En ik denk dat dat begin volgend jaar gaat worden. Ja, ik denk het ook. Dat is super dik. Leuk om naar uit te kijken. En dan hebben we dit weekend de R7. Begin volgend jaar een nieuwe MT-07, dus mocht je dan een leuke content vinden, druk even op die abonneerknop, kun je ons lekker volgen. Zo vol in beeld zo'n eitje wegkanen en door blijven praten. Ik ben gewoon zenuwachtig voor van het weekend, man, voor die R7. Ja, ik ook. Dat is niet eens mijn motor, maar nee, het is gewoon, fucking dik. Ja. Hij is ook echt vet, hij is echt vet. Hij is? We gaan nog niet zeggen welke kleur die is. Nee. Verrassing. Zien jullie in de video. Want je kan dus in blauw bestellen, dus zwart. En die anniversary edition. Dus dat laten we nog even in het midden. Maandag komt hij al aan. Maandag. Ik kan wel zeggen, ik heb proefgereden op die anniversary.
Ja. Dus dat is wit met van die zwarte racestrepen, laat maar zeggen. Ik was echt verkocht, die kleur ook. Ja, ik vind die kleur ook dik, man. Maar het trok ook echt bekijks. Ja? Op de weg, ja. Terwijl er gewoon stok uitlaat onder zit, gewoon standaard. Maar hoe klinkt het dan? Beetje hetzelfde als MT-07? Mm-hmm. Hetzelfde blok. Ja, hij klinkt ook wel hetzelfde. Nou. Timing. Hij houdt gewoon tegelijk op. Dan gaan we de boel even aantrekken. Ik weet niet of we wat kunnen. Ik weet niet hoe spannend het is beneden met de kerstmarktshow. Of jullie wat kunnen zien. Of jullie überhaupt wat kunnen zien op camera. Maar we gaan ons even aankleden. We lopen naar beneden en dan gaan we heel even langs de kerstmarkt. Misschien zien jullie wat van de kerstmarkt, misschien niet. En anders zien we jullie dadelijk weer. Op de muurdeur. Ciao. Yo, bike bros. Daar zijn we weer. Het buikje rond en we moeten nu als de wielen weer terug naar huis. Ze moet ook gewerkt worden vandaag natuurlijk. Dus we maken nog even een klein stukje naar huis. Ik denk dat we even snel over de snelweg gaan, bro, of niet? Oké, we gaan even een stukje over de snelweg terug naar huis, wat sneller. Ik moet al mijn pet het overleven, man. Hier, Len gaat er al vandoor. Len is gewoon pleiten. Dat is nou heerlijk om te rijden, hoor. Als je goed aankleedt, dan is het prima weer om even lekker te rijden. Zo, gekke wind, jongen. Had je dat ook? Ja. Ik loop bijna in die vangrail. Hey guys, we zijn bijna weer thuis. We knallen de snelweg af. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te knallen. Te abonneren hier beneden. En dan zien wij jullie graag bij de volgende video. Ciao!